studeerde hier af in 1989. Godverdomme. Dat was hem toch wel 10 jaar jonger. Ja, hij heeft precies 10 keer ons woorden. Ja. Die ziet er beter uit. Roger van Damme. Peter de Klerk. Gaan we het broeien? Het is hier te doen, hè. In de hotelschool wil Gert hen laten experimenteren met een icoon van de streetfood. Nu, het gaat hem om fastfood, streetfood. Ik zou graag hebben dat jullie voor mij een hamburger maken, maar een hamburger op topniveau. Dat meer is dan gewoon een cheeseburger van de Kwik. Hè. Ik denk, als je aandachtig geweest bent vandaag in een bosrand, ik denk dat je dat heel duidelijk gemerkt hebt dat we met goedkope alledaagse producten iets heel lekker kunnen maken. Dus ik verwacht echt dat jullie mij iets brengen waarvan ik zeg van, wauw, die man die hebben eigenlijk met niets iets gemaakt. Vlieg er direct in, geef me haast, want je hebt maar 1 uurtje. Hè. Ja. Er liggen zowel goedkope als dure ingrediënten klaar. Het is aan de hobbykoks om de juiste keuzes te maken. Ik ben aan het proberen om te kiezen wat ik ga doen. Wie vandaag de beste hamburger klaarmaakt, maakt morgen meer kans om een ticket voor de halve finale te winnen. Als ik dat hier zeg. Ik weet dat het enorm moeilijk gaat zijn. Concurrentie is heel goed en sterk. Maar de halve finale, dat wil ik wel bereiken. Ja, mijn ticket. Ik ben er constant in mijn hoofd bezig van Carla. Het moet mega goed zijn, denk ik. Niet zomaar hier in het wilde weg iets staan doen. Hè. Stefanie heeft al een ticket op zak, maar dat kan ze weer kwijtraken. Ze mag dus geen steken laten vallen. Ja, ik heb het gevoel dat ze mij wel extra in de gaten gaan houden zo, met dat ticket. Dat ze gaan blijven checken van, is het echt wel verdiend of was het zo meer een toevalstreffer dat je het gekregen hebt. En misschien mij wel wat uitdagen zo, om te kijken hoe ver kun je gaan.